Wat gaat u extra doen vanwege de hitte? Wel, gezien het aangekondigde hitte hebben we vrijdag al uitgebreid samengezeten intern. Overleg gehad met de gemeente en de Rode Kruisdiensten. Dus we voorzien op de plaatsen waar het druk verwachten in de Finishstraat een watertappunt. Waar de mensen dus een bidon of een flesje water kunnen vullen. Op het Venplein, op het Raadhuisplein is ook een watertappunt. Verder zijn er uiteraard ook catering waar je een ijsje of een lekker fris drankje kan kopen. NLO zal petjes uitdelen. En er zijn twee HBO-posten waarbij de mensen extra waakzaam zijn op verschijnselen die met hitte te maken kunnen hebben. Wegen worden ook afgesloten, dus er is ook kans op filevorming. Hoe gaat u daarmee om? Wel, er is uitgebreid gecommuniceerd met de buurt. Er is ook met de verkeersdiensten van de gemeente daar goed mee overlegd. Er zijn vooraankondigingsborden gezien. Dus wij verwachten dat het allemaal wel vrij goed gaat verlopen. En je ziet zoals hier al, we zijn nu bezig met de afsluitingen. Maar de druk is hier verre van groot, dus het komt allemaal goed.